The NVA Grasalco, Grasshopper Aluminum Company, is momenteel bezig met exploratieactiviteiten te Maripastom. Dat zegt de directeur van het bedrijf, Sergio Akimboto. Dit boorprogramma zal volgens hem tot eind van het jaar uitgevoerd worden, waarna een reserve bepaald zal worden. Akimboto benadrukt dat Maripastom een veelbelovende concessie van Grasalco is. Het gebied zal daarom goed geïnspecteerd worden. En we hebben al 2 boorprogramma's uitgevoerd. Deze maand, hopelijk eind van de maand, afhankelijk van de weersomstandigheden, willen we starten met nog een belangrijke fase van boorprogramma. Waarbij we de data nu moeten verzamelen om een model te bouwen. Om te weten hoeveel materiaal daar zit, van welke type gesteente, welke grade, welke kwaliteit. En wat moeten we doen, welke type plan moeten we investeren om dat te mijnen. Dus dat is de belangrijke fase waar we nu zijn. Dit proces wordt geleid door een expert die we hebben ingehuurd voor 3 jaar. Een buitenlandse geoloog die ook onze mensen gaat opleiden. Want dat is een stukje capaciteit en know-how die we ontbreken hier in huis. We hebben een heel goede young team aan geologen die heel enthousiast meelopen met deze manier. Om tenminste te weten hoe je zo'n model bouwt. Dat is een van de main focus van ons voor dit jaar. Grasalco werkt ook aan meer afzet voor steenslag. Het bedrijf probeert hiervoor samenwerkingen aan te gaan met buitenlandse afnemers. De productie is ruim voor op verkoop, maar dat heeft te maken met de juiste logistieke afspraak maken om een steenslag in de regio te krijgen. Want voor wat betreft lokaal in Suriname zitten we goed, alleen naar buiten toe moeten we de export gaan opvoeren. Al met al zijn er een heleboel activiteiten gaande bij Grasalco. Die moeten op lang termijn gaan bijdragen tot het verruimen van de verdiencapaciteit van het bedrijf. Dat was Grasalco-directeur Sergio Akimboto. Het bedrijf is momenteel bezig met booractiviteiten te Maripastom.